Hé hey, jongens. Ja. Waarom doe je nooit meer je haar? Dat zijn de dingen die ik niet mag zeggen. Lekker voor de spuug op zit, maar dat is een andere smaak. Somebody is spreading a crazy rumor about me, Yo, welkom bij de allerlaatste aflevering van Gossip seizoen 2. Ik mag hem afsluiten met twee gasten. En dat zijn deze twee. Hey. Ik ben er. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En ik ben hier vandaag met speciaal voor jullie om wat energie op jullie te gooien. Lieve mensen, wat leuk dat jullie er zijn. Ik ben vandaag met Nina. Hi Nina. Hoi. Nina ziet er even iets anders uit vandaag. Alles wat ik zeg is niet gelogen. Doe de cooking desk, maar kan niet eens koken. Ja, kan jij terwijl ik de kava open, want ik ben mijn Moët vergeten. Is niet erg. Kan je vertellen waarom wij dit met z'n drieën doen? Anna en ik kennen elkaar langer dan vandaag. En wij chillen soms wel eens. En wat doe je nou weer? Ik ken haar niet langer dan vandaag. Nee, maar ik heb het toch ook niet over jou? En we waren aan het chillen om, weet ik veel, gewoon 's nachts of zo bij haar thuis. Klinkt heel raar, maar Danny was ook gewoon. Maar toen gingen we op Instagram live en toen was het blijkbaar iemand die zei: ga gossip maken met Kelvin en met Joost. En toen zeiden we ok. En Joost keek ook. En ik ben er en ook. Nooit gereageerd. Nee, maar ik weet niet of ik toen keek. Ik kijk gewoon vaak livestreams. Oh. Voor wie de serie niet kent, wat we doen is roddels over mijn gasten ontkrachten of bevestigen. En vandaag is er een twist, want deze twee zijn goede vrienden. En ja. Ik dacht, in plaats van dat ik voel altijd heel veel druk als ik vooral, kijk, Joost kende ik nog niet. Maar ik voel heel veel druk als ik met Kelvin opneem, omdat Hoezo? Hij gewoon een soort van vet creatief is. Ik dacht, om de druk weg te nemen bij mezelf, gaan zij roddels over elkaar. Dus jij hoeft eigenlijk niks te doen? Eigenlijk hoef ik niks te doen, behalve te drinken en de roddels voor te lezen. Ja. Ik begin altijd met de vraag hoe het gaat. Gaat goed. Heeft er ooit iemand gezegd dat het slecht gaat? Dat is gewoon best wel kut om te moeten zeggen in zo'n video, toch? Gelijk zo'n heel emo verhaal. gelijk boekje open. Als jij mij persoonlijk vraagt hoe het gaat, dan zeg ik soms nog wel eens, I don't know. Kelvin, ik zei heel eerlijk altijd. Maar nu zeg ik gewoon, ja, het gaat top. Ik zit in volle glorie van mijn leven. Joost, hoe is het met jou? Ja, gaat wel goed. Ik heb geen bier gedronken. Vandaag nog niet, of nee, wel? Jawel, hè? Het is al heel vroeg, het 11 uur 's morgens. Heb je andere dingen genomen? Nee, het is 2 uur. Hey Joost, ik wil je bedanken dat je mijn naam hebt vereeuwigd in een nummer. Oh, dat heb je gezien. Shout out aan Anoushe. Stiekem wil ik wel haar poes in. Ik denk dat ik moet gaan. Ik denk dat er wordt gebeld. Maar goed, oké. Laten we beginnen met de roddels. De eerste is een roddel van Joost over Kelvin. De roddel is dat jij Feed alleen maar hebt opgericht voor het geld. En toen heb ik er nog aan toegevoegd dat jij heel veel geld eraan verdient, maar alle andere mensen die moeten gratis komen opdraven. Wow. Ik zeg dat tegen Joost, maak me niet kapot. Maak je niet kapot? Je letterlijk gewoon. We don't decide the rumors decide us. En wat moet ik nu doen? Ja, ontkrachten of bevestigen. Oké, het is niet waar, om een hele makkelijke reden. We hebben elk jaar alleen nog maar verlies gedraaid met Feed. Dus meteen kunnen we echt letterlijk weer niks tegen inbrengen, want nu gooi je er cijfers in. Maar dat zegt toch niks over de intentie? Ja, nou, de intentie was gewoon omdat we het huidige event wat toen was, dat vonden we niet goed en niet leuk. En toen hebben we bedacht, dan gaan we het gewoon beter zelf doen. Maar we hebben drie jaar geleden was ik fucking, I don't know, 18. Dat is op zich best prima. Zo oud ben jij nog, volgens mij. Ik ben 20. Oké. Net alsof ik dan, zeg maar, helemaal crazy-minded een onderneming ga starten om heel rijk te worden. Het is gewoon meer, wij wouden gewoon fucking graag dat doen. En hoe erg is het vriendjespolitiek? Stel, ik ben genomineerd voor een award en ik ben vrienden met jou. Win ik dan eerder? Nee. Je hebt zelf ook niet gewonnen. Nee, anders zou ik mezelf wel elk jaar laten winnen. Nee, dat is duidelijk. Nee, het is gewoon 100% op basis van stemmen. En 4 mensen in het team tellen die stemmen allemaal. Oké, goed punt. Dit is ontkracht. Joost was dakloos ooit, zeg maar ongeveer een jaar geleden. Dit is precies hoe letterlijk mijn woorden. Hoe hij het mij heeft opgestuurd. Ja. Ik was dakloos. Dat is echt helemaal niet grappig eigenlijk. Nee, maar het klinkt wel super extreem. Ik was dakloos. Je hebt gradaties in dakloos, zeg maar.
Nee, jawel, dit is een soort ijsberg. Iedereen ziet alleen maar het topje van de daklozen. Maar je hebt ook gewoon daklozen. Ik wil hier wel niet om lachen, want het is niet grappig. Nee, maar het was gewoon zo. Ik woonde gewoon. Nee, maar het is, ja. Ik had gewoon even geen huis omdat ik eruit moest. Ik was vergeten wanneer ik eruit moest. En ja. Het is niet heel makkelijk, maar ik ben best wel kieskeurig. Je kan niet in één keer een nieuw plekje hebben. Nee. Dus, en toen, waar woonde je toen? Toen had ik een overbruggingsperiode. Ik heb Kelvin voor mij geval in totaal 2 weken echt gepit aan één stuk. Ja. Als je aan elkaar zou plakken. Je zei letterlijk aan één stuk als je het aan elkaar zou plakken. Ja, het was wel zo. Had je een auto waar je dan in kon wonen? Oh nee. Ik had toen een kantoortje waar ik al mijn stuff had neergezet. En ik heb gewoon een paar keer in een hotel geslapen. Oh, maar dat is best chill. Maar heb je wel eens buiten geslapen op een bankje? Oh nee. Ja, ik heb één keer, maar dat was gewoon toen was ik niet in het dakloos. Ik heb één keer gewoon half uit het Vondelpark geslapen. Op een ochtend werd ik gebeld door Joost. Die zei: hey, kom, heb je tijd? Dan kom met je auto om al mijn shit in te laden. Ik ben even veren in mijn eigen reet aan het steken. Toen hebben we vuilniszakken met kleding en een computer in mijn auto gegooid. En toen zijn we naar naar dat kantoor gereden om het daar te droppen. En toen sliep je vaker op mijn bank dan mijn eigen kussens. Het heeft je sterker gemaakt. Je hebt nu een huis. Ja, gewoon een plek. Onder een brug. Je hebt iets. Kelvin en Peter. Don't fuck me up, Joost. We hebben ruzie gehad en daarom wonen ze niet meer samen. Hoezo is dit dan? Ik heb letterlijk nog nooit iemand dit horen zeggen. Jawel. Echt wel, mensen dachten echt dat jullie. Sowieso is er wat aan de hand, want hij gaat in één keer dat doen. Lees jij mijn comments of zo? Ja, de. Het is niet waar. Het is geen ruzie, alleen het was wel zo dat we te veel bij elkaar waren. Ook in combinatie met het feit dat we nu natuurlijk met onze liefdes wonen en dat eigenlijk ook graag wouden. En we waren te vaak bij elkaar. Ja. Peter en ik hebben letterlijk nog nooit ruzie gehad. Nog nooit? Nog nooit. Maar heb jij überhaupt wel eens ruzie? Ik kan me jou ook niet echt voorstellen in een ruziesetting. Wat is een ruziesetting? Ik zie daar zo'n setting, gewoon even lampen aan, een bankje. Ik pik mijn battles gewoon altijd en pik dus nooit een battle, want ik ruzie eigenlijk nooit. Heb je wel eens gevochten? Nee. Heb jij wel eens gevochten? Ik heb nooit gevochten. Nee, ja, niet echt vechten. Je hebt als iemand geslagen en ik weet wie, maar ik ga het niet zeggen. Dat was niet slagen. Ja, dat was gewoon, wat was het? Oh, een bitch. Gewoon een deal. Nee, gewoon een deal. Een ferme push. Het blijft bij mij altijd bij gewoon echt hele pittige discussies gewoon. Ja, maar ja, waar niet eens per se alleen samen, maar bijvoorbeeld dingen zijn gewoon toch veranderd, zoals cinemates en zo. Dus het is allemaal op hetzelfde moment gebeurd en daardoor dachten mensen, hé, wat er gebeurt allemaal, ruzie. Het klinkt een beetje sentimenteel, alleen onze relatie is nog nooit zo goed geweest als nu. Joost haat iedereen. Dat is het. Dat is het. Oké, okay, ja. Ja, dan laten we dat. Joost haat iedereen die iets commercieels doet. Ja. Nee, dat is sowieso. Ah, dat klinkt zoiets, maar haat is een groot woord, dus don't hate. Nee, het is gewoon. Daar heb je een oordeel over? Of? Ja, niet al het commercieel, maar gewoon veel commercie in Nederland is gewoon leen. Wat moet je dan wel niet van mij denken? Snap je? Of van mij? Nou ja. Ik heb wel stoffere tijden van je gezien. Ja, toch? Gewoon eerlijk. Maar ja, ik vind het gewoon zonde als er een zak geld wordt opengetrokken voor iets en er wordt gewoon iets stoms mee gedaan. Je kan ook iets tofs ervan maken. Dat kost je evenveel of zelfs minder geld. Nee, maar het is niet per se personen, maar ik heb gewoon soms dat ik denk van ja. Ik vond het wel tof dat Gio op die cornflakes pakken stond. Dat vond je weer tof. Ja, maar en dat is gewoon lachen. Dat commerciële kan niet. Ja, maar dat is toch vet? Dat is een beetje commerciële. Vind je dat weer tof? Je staat op een cornflakes pakken, dat is toch vet? Waar dat ook, wat dat ook heeft mij te maken, ik zou graag. Nee, ik zou niet graag op een cornflakespak staan, maar ik zou wel op een cornflakespak staan. Maar waarom vind je dat dan wel tof? Je hebt Fruit Loop, je hebt al die. Ja, maar dit is. Maar zo. Hij stond op die simpele. En. Perfect voorbeeld. Mensen die opeens een jas van de Cool Cat dragen. Dus ik denk van. Maar je hebt dit gezien, dus je hebt dit bij iemand gezien. Ik heb 5 mailtjes van Cool Cat. Nee, maar kijk, ja. Ja, maar ja. Het lijkt gelijk zo negatief. Ik moet ook nog ooit geld verdienen. Nee, ik vind het heel eerlijk. Maar het klopt dus wel. Het is niet haat, maar het is gewoon liever niet. Ik haat ook, zeg maar, ik haat ook nooit mensen, ik haat gewoon bedrijven. Oké. Okay. Nou, dat wordt steeds beter. Oké, okay, goed. Hij vindt paprika's helemaal niet lekker. En doet dit alleen om een kenmerk te hebben. Gekke gossip, man. Nee, maar je snapt me wel. Ja, nee. Ik kan het wel helemaal uitleggen, maar je snapt me wel. Ja, het is niet. Ik vind het wel lekker, want ik eet het.
gewoon. Ook door mijn shit heen. Niet dat ik het eet en denk, maar ik moet het voor de video doen of zo. Maar ik krijg altijd, en dan wil ik voor eens of altijd wil ik dat eventjes zeggen tegen de mensheid. Altijd vragen mensen, waar is je paprika? Ik ging laatst met die voetbalteam ging voetballen. En er zitten allemaal kids aan de zijlijn en dan moet ik ingooien. En al die kids staan achter je. En dan enige wat ze zeggen is, waar is je paprika? Ja, ik sta te voetballen. Op het veld. Dat heb je zelf gedaan, toch? Ik kan toch niet op het veld een paprika. Dat is toch raar? Ik heb een ketting met een hele grote paprika. Dat is een iced out paprika. Ja, geef me dit. Dus dat is wel, om even uit de wereld te helpen. Ik heb niet standaard altijd een paprika in mijn tas bij me of zo. Dat is raar. En was het gewoon random omdat je alleen nog maar een paprika in huis had dat dit een werd? Of zat daar een hele strategie achter? Nou, het was gewoon niet echt een hele strategie. Het was meer gewoon van, ik zoek een soort gimmick. Maar ik eet het wel, het is wel een gimmick. Joost is bijna altijd onder invloed van drank of drugs. These are the rumors, man. Ik, kan ik deze kabel pakken? Nee, oprecht niet. Ik drink alleen, ik doe geen andere drugs. Nee, al mijn vrienden, even smoken of Xanax of lean of whatever the fuck. Ja, ik zelf niet. Ik heb ooit wel eens gesmokt, was ik 15. Was op Serious Request. Is dit waar? Nee, neem jij geen drugs? Nee, echt niet. Ik drink alleen maar. Ik 100%. Huh? Ik zweer, ja, 100% op alles. Ja, serieus. Mensen geloven, ik krijg bijna elke dag van mensen die me ook kennen. Hey bro, kom je smoken? Dan denk ik van, gezellig, maar zoveel. Ik ga er niet gewoon maar bij zitten. Ik ga niet gewoon naast zitten terwijl je zit te smoken, want ik smoke niet. Zeg dat, sowieso lieg je. Je denkt op je imago. Welk imago heb ik? Ik drink, zeg maar, ja, wat is veel. Ik vind drinken wel gewoon fijn. Elke dag wel. Waarom heb ik voor het laatst bier gedronken? Vanochtend dus. Vanmorgen. Heb ik hem nog? Ja, wacht. Let gewoon het bier op je. Wat drink je dan? Oh, corona extra ook gewoon. En waarom heb je drugs er dan in gedaan als je weet dat het niet zo is? Nee, ja, dat is een rumor. Ja, het is een gerucht. Ja, dat is wel waar. Ken je eigen format. Of ik jullie laatste foto in je fotorol mag zien? Laten zien aan het publiek? Ik weet niet eens wat het is. Wacht, laat me even kijken. Ja, maar ik zit in een groep rap, dus ik krijg automatisch random shit. Ja, ik heb ook echt lame ass shit gewoon. Waarom hebben jullie lame foto's? Dit. Hebben jullie nooit spannende foto's? Wat is dit? Heb je een tattoo gezet? Dit is Kai van der Ree die een tattoo laat zetten voor een nieuw programma wat we maken, genaamd Challenges Cup. Abonneer je nu, hartstikke gezellig. Heb je mijn tattoo op mijn been gezien? Die kreeg ik gewoon in een groep gestuurd. Echt niet? Nee, echt niet. Mag ik hem laten zien? Ja, alsjeblieft, laat zien. Oké, dan ga ik wel een boek uitdoen. Ja, is goed hoor. Waarom ondersteboven? Deze is ook naar mezelf gezet. Oh, alles is voor jou. Omdat, ja, anders kan je niet gefotograferen, toch? Ik heb een foto van een goede vriend van mij. Mm-hmm. Rory Jackson. Hij vroeg of hij er goed uitzag. Oh, wat lief. Dus jullie mannen sturen dus ook dit soort dingen naar hij elkaar? Hij vraagt altijd, zijn quotes, fris of niks? Fris en niks? Fris of niks. Kast niet en ras. Ja, nee. In theorie rijmt het wel. Klankrijm. Ja, het is niet in theorie, maar gewoon qua klank. Ja. Pineapple. En dan moest je dat een box geven. En de laatste is waar ik een beetje bang voor ben, om dat aan jullie te vragen. God. Omdat iedereen altijd tegen mij zegt, je moet ook roddels over jezelf doen. Is de vraag of jullie bij deze seizoensafsluiter een roddel over mij hebben die je wil voorleggen. Heb je ooit volgers gekocht? Nee, nooit. Nee? Nee, jongen. Dat is wat ik hoorde ooit. Oh! Echt zo? Ja, gassen! Heb je mijn engagement gezien? Dat kan ik helemaal niet hebben gekocht, joh. In het begin? Nee. Nee, joh. Dan had ik het toch veel meer moeten kopen. Ik heb er helemaal niet zo heel veel. Waarom moet je niet boos bij worden? Oh nee, ik vind als ik het had moeten, dan had ik het beter moeten doen. Dit was de afsluiter van Gossip seizoen 2. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het gaat een lange tijd duren voordat Gossip weer terugkomt, want ik haal het even uit de lucht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dankjewel dat jullie het wilden afsluiten. Ik vond het heel gezellig. Ja, thanks voor de champagne. Ja. Nou, het was cava, maar... Ik weet niet, wat is dat? Het scheelt één letter van cava, maar... Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Doei. Yo. Doei. Doei. Somebody is spreading a crazy rumor about me. Wat ik dus wilde vragen was... Heb je wel eens op het station gelopen dat iemand achter je liep en zei, je hebt echt goede dijen? Of hij heeft echt goede dijen? Zo in mijn oor zo. Ja.